Ja, we gaan gewoon weer een nieuwe doen. Een nieuwe pick 3. Oftewel, we gaan drie franchises kiezen uit 16 franchises. En dit keer is het voor de Xbox. Want we hebben het al voor de PlayStation gedaan. Zat jij daarbij? Nee. Dat dat... Ik zat er wel bij. Jij zat er wel bij. Ja. Yeah. Boom. Waar dat, heb je dat voor gekozen? Uh, volgens mij had uh, deze gone gewonnen. Ja, Boers had... had ze Rot goed op, uit. jongen. Ja. Nee, er was een hoop over te doen, maar dat maakt niet uit. Het is, gewoon, het is ook een beetje, het is een beetje een politiek spel. dit wat is een beetje is handel, model? onder andere. Metal Gear? Nee, nee nee, nee. nee. twee, twee platformers. Iets heel kuts had er. was Nee, zeker niet. Nee, die had, nee. had Boers er al. De, 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 ik denk dat het Gears of War was, eigenlijk. Ik weet nee, okay. PlayStation. Die, uh, God of War. Maar ik weet het niet meer. Oh. Nee, precies. Ik weet het niet meer. De item ging het ene hoor in, een andere hoor uit bij mij. Ja, nee. ja. zo was ja. eigenlijk alles wel in het leven. Zo was het ja. meeste, ja. <laughs> Um, we hebben hier, uh, en ik moet zeggen, ik heb, ik heb, kijk, we hadden hier namelijk ook Call of Duty in kunnen zetten en, 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 en Starfield en dat soort dingen. Ik heb gekozen voor de, de Xbox titels voor, zeg maar, het grote spending feest. Dus Exclusives, Minecraft. Exclusives toch gewoon? Waarom ja, wil je om... daar Call of Duty dan bij hebben? Ja, omdat die. Nee, oké, okay, Starfield Multi platform. Starfield zou een exclusief zijn. Het uh, en... is nog geen franchise. Is nog geen franchise, maar goed. Er zouden de oude. Bij... Project Gotham Racing daar. Hé, 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 hé. Omdat het een Xbox franchise is. Hé, hey. echt niet. Jawel. 100% op. Het is op de Dreamcast. Het is een Dreamcast exclusief. Nee, absoluut niet. Uh, Minecraft heb ik er dus nog wel in gezet. Want dat was nog voor de Big Spending Spree. Uh, dat vind ik nu. Uh, heb ik dan maar bestempeld tot een Microsoft uh, franchise. Die op de Xbox en de PC ook bij alle anderen. Maar goed, uh, die hebben we meegenomen. Het, 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 ik kwam wat moeilijker tot 16. Die ook echt daadwerkelijk meer dan twee delen hadden dan bij PlayStation. Die hebben er meer en bij Nintendo ben ik ook bezig. Daar kom ik er ook wel. Bij Microsoft is het toch wat lastiger. Dus we kunnen kiezen uit Fable, Gears of War, Forza Horizon, Forza Motorsport, Project Gotham Racing, Microsoft Flight Simulator, Killer Instinct, Crackdown, Dead or Alive, Halo, Minecraft, State of the Game, Midtown Madness, Perfect Dark, Age of Empires en Otoki. Ik ben met welke mister? Ja, daar missen er wel een paar denk ik. Ja, nou maar, zeg eens. Die vragen we niet welke, want dan moet ik even, dan moet ik echt even dieper. Nou, maar zo dan... makkelijk is het namelijk niet. Ik uh, mis er eentje heel erg. Ja, en dat is? Dead Rising. Ja, hm, yeah. nou, dat was de enige die ik inderdaad zocht. En die kon ik nergens meer vinden in lijstjes en dat soort dingen. Um, ik weet dat Otogi weg Ja, moet ja en ja, Dead ja, Rising. Okay, goed, Otogi, dat, dat, dat kunnen ze nu niet doen. Maar daar staat ja. dus Dead Rising. Ja. Uh, het is voor mij al uh, één blik hierop, en ik, 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 heb mijn, ik heb de drie al. Ja, nee, dat snap ik, maar we moeten er samen uitkomen. Ja, maar als jullie daar niet eens zijn, dan snap je er helemaal niks van. Nee, ik heb dat, er zo vijf die van mij allemaal mogen winnen. Allemaal mogen winnen. Ja. Ja. Je moet gewoon pick three. Moet daar een winnaar uitkomen? Of, nou, nee, drie titels? wij moeten met elkaar samen op een gegeven moment zeggen: deze drie, we gaan gewoon wegkruisen. En dan blijven de drie over, en daar zijn we dan samen. uit. Dat is het spelletje, anders is het niet leuk. Nou, Had ik alles behalve Dead Rise. Alles behalve Dead Rising moet er ook meteen uit. Nee nee nee. Al ja. oh. mag uit, behalve Dead Rise. Nee. Nee, maar dan, dan gaat het grote onderhandelen beginnen. Er zijn drie grote vlaggenschepen en dat zijn natuurlijk Gears of War, Halo en Forza Motorsport. Ja, Die mogen van mij weg. Ach, sla op. Hoe kan dat nou toch, jongen? Dat zijn mag de drie. Gewoon weg. Nee, tuurlijk gewoon weg. niet. Gewoon weg. Gewoon weg. ermee. Weg. Op. <laughs> weg. Halo ga ik Boris wel mee ondersteunen. Hoe kan dat nou? Dat is het, het is een iconische serie. Ja, De iconische... vraag vorige keer bij dat PlayStation uit was, was ook ook persoonlijk. Van welke uh, franchise... Het gaat er niet om dat ze goed waren in het verleden, maar welke friends zij het niet erg vinden als er nooit meer een deel uitkwam. Dat was ook een beetje. Oh, je had okay, het ook. Oké, je moest niet weg door. gewoon. Weet je, dus ik bedoel, Fable mag van mij weg. Nee. Ik ben heel erg benieuwd naar die nieuwe fable. Fucking ja. Early, yeah. Nou goed, laat ik zo zeggen, Gears of War mag van mij weg. Nee. Want ik hoef, ik vind ja. het leuk, maar ik hoef niet per se een nieuwe Gears of War. Nee. Ik moet zeggen nieuwe fable ben ik eigenlijk nu je het zo zegt ook wel. Oh, nu uh, opeens weer wel. Zaak, ja. Forza Horizon heb ik zoiets van nee, nee, nee. nee. Killer instinct mag. Nee, dat, ik denk dat er allemaal over eens zijn dat die er niet bij gaat zitten. Nee. Ja, maar Forza Horizon de laatste was echt heel erg tof. Forza Motorsport gaat gruwelijk worden. Kom op man. Crackdown, Jesus Christ, jouw franchise, nota ja, Die mag weg van mij. Die, mag no die hoeft nooit meer terug te komen. Ja, crackdown en ik zou je zeggen waarom: de eerste crackdown was de allerbeste game ooit gemaakt. <laughs> Maar twee en drie waren gewoon best wel kut. Ja. Dus um, ja, ik hoef niet per se een nieuwe crackdown. Wat ik wel wil, is dat crackdown 1 gewoon dat die kwaliteit uh, wordt verder ontwikkeld. Maar dat doen ja. ze niet. Dus ik heb daar ook geen vertrouwen in. Dus dat mag van mij. Nou, Oké, okay, goed, laten we dan even. Ik denk dat we allemaal over zijn Crackdown, daar gaat de kruis erheen. Crackdown is weg. We zijn nou, door... zo snel. De, ja. de, ik vind dat ja, nee. Instinct eerst wel. Oké, okay, ja, okay, dan gaat die als eerste. Ja, dus even we kijken of voor. de kruisen erheen gaan. Wij willen kruisen erheen. Ja. Keiharde kruisen door Crackdown. Door Crackdown. Terwijl Boris zei, nee, nee, niet doen. Nee, Crackdown mag wel. Oh, toch wel. En okay. Killer Instinct mag, ook, Instinct weg. mag ook weg. Microsoft Flight Simulator vind ik meer een PC-ding. Uh, ja, maar is toch ook om de consoles inmiddels. Ja, maar het, het is niet. Het, het is, is echt, niet, hoort op PC. Het is, ja? het is, het is niet Xbox. Uh, wat, dit, zeg je maar. Maar maar flight X, simulator, Xbox zeg is, je is natuurlijk niet ook nu een Game Pass. Het is helemaal ja, niet zo heel ook. slecht. Ja, maar dat is de vraag. Is dit een Game Pass lijst of wordt dit? Een nou ja, wat is Microsoft, Xbox? Microsoft nu? Nou ja, maar dat, daarom zeg ik al van. PlayStation was veel makkelijker. Dan moest ik echt van 16. Ik had er wel 20 kunnen neerzetten. Mijn Nintendo kom ik ook wel. Xbox is een beetje diffuus geworden, natuurlijk allemaal. van... Uh, ja we hebben in Indies, Ori. Ori bijvoorbeeld, maar ja die is ook dan uit. Ja, ja, die is, is ook maar niet met dat soort shit aankomen. Nou Ori uh -huh. had ik wel, had ik wel echt, nee, vind ik, vind ik, ik wel niet. echt de beste wat ik ooit gespeeld heb op nou, de Xbox. Dat is, jezus. Ja zeker weten. Maar wat vond ik dan booster? Dat was voor mijn booster dus, tussen die <laughs> twee in. Um, maar um, vind ik te veel multi. Ik, ik probeer wel de games multi? niet te veel multiculti multi, cultie en multiplatform. Je kan zo is zoals multiculti, omdat nee, omdat jij zegt multi, dan, dan zeg ik multiculti. Bedoel, het is natuurlijk niet meer. Je zegt, jij zegt multi, ik zeg niet culti. Ja, oké, okay, multiplatform. <laughs> dat bedoel ik. Oh, en in de blind force, is gewoon echt een Xbox. Ja, dat is niet die nee, maar daarna zijn ze vreemd gegaan, en is het ja, nu overal op uitgekomen. Okay. En dan vind ik je gewoon geen uh, uh, full on uh, multi geen, geen Xbox uh, franchise. Nou, laten we met aan, benders in ieder geval even wegstreken. Nou, ik vind, ik laat ik zo zeggen, ik vind het, het mag weg van mij, maar. Mm -hmm. Ik wil toch even applaus voor het allereerste deel. Maar eigenlijk dat was namelijk volgens mij de eerste game die Xbox Live goed gebruikte. En ja, dat, dat, had ik, dat had ik meer bij Project Gotham Racing 3? Hmm. Die was wel eerder, ja. Misschien wel ja? ja Project okay. Gotham Racing 3 heeft mij in de in, uh, online uh, racing. Het is ja. wel bizar okay. dat beide games die ik allebei heel erg uh, leuk vind, ten opzichte van de race games die ik nu zie, die ik gewoon veel minder leuk vind. Uh, ja heb ik wel het idee van waarom hebben ze daar nooit meer vervolgen van gemaakt joh. Wat, Nou, dat wat... zie je nu waarom is dat nooit meer hebben gedaan nee. wat lelijk wat een lelijke ja, dit, ja maar dat dit is altijd het is altijd schrikken Teringen. <laughs> ik heb dit met veel plezier gespeeld maar als ja. ik, nu zie ik zoiets van hoe kan dat die groene pijl inderdaad ja, ja. die soms te laat de hoek dit is nog deel twee ook nog een keertje ja. <laughs> vet oké okay, je ja. weg met die shit nee Microsoft uh, ja. ja die gaat die gaat er gewoon uit dus gaan Madness. Uh, Madness gaat ook een uh, Microsoft Madness gaat weg gaat een X doorheen ja, Om het dan maar even toepasselijk te laten. En we een x krijgen daar? Lukt dat ook? Ja, dat gaat lukken. Maar ja? dat, dat, Hoe moet heb net... je dat gedaan? Heb je gewoon allemaal dingetjes gemaakt met allerlei verschillende combinaties van x'en? Zij is nu het plaatje aan het zoeken. Wat nee niet... hoor. Net wordt gewoon live voor er een x doorheen Dus dan wordt live een x doorheen gezet. Sick. Ongelooflijk. On Perfect die... Dark mag het ook weg. Uh, ja, zoals ik ja. ook weer moeten bewijzen nu ja. met die. Uh, komt er komt een nieuwe Er zit een dood als een pier man. Nee, er komt een, nieuwe game, van, maar, ja, er komt een uh... nieuwe game van. Is dat een nieuwe game of is het een rebooster? Een, een, een rebooster. Het is een rebooster. Een re reboot, en re ja. een, een, ja. een, 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 een herinterpretatie volgens mij van het origineel. Ja. Nou, dat is wel goed, want Joanna Dark loopt inmiddels wel... Uh, valt echt in de risicogroep. Wat dat <laughs> ik heb gezien dus mag opnieuw geboosterd worden. Ja. Uh, Oké, okay, weg met Perfect Dark. Perfect Dark gaan, gaan we weg, ook een kruis erheen gaan. Vooral is het wel een typische Xbox-titel. Helemaal niet. Dat was is, het, het is, er, is het niet ooit begonnen ja. op, bij Nintendo? Ja. Tuurlijk is het begonnen bij Nintendo. Ja, Dit is Rare. Rare door door, ja. uh, door Microsoft. Killer Instinct uh, was vroeger volgens mij ook op de SNES te spelen. Ja, maar dat is het. Je ziet gewoon dat Xbox minder historie heeft dan, dan PlayStation uh, daarin, en zeker als Nintendo. Nee, maar het heeft, wel, het heeft wel historie, maar ik zou het ja. niet echt vinden als er nooit meer een Perfect Dark game komt. Ik bedoel, dat nee. is gewoon zo'n ding dat is zo verouderd, zo in en in, in verouderd, uh, hoe moet je dat? Weet je, dan kun je net zo een nieuwe franchise bouwen. Weet je, ik bedoel, je ik moet helemaal uit. opnieuw die, ja. die shit neerzetten. Dat is hetzelfde met, weet uh, heet die Sam Fisher game, dat uh, Splinter Cell. Splinter Cell, ja. Als ze dat opnieuw willen doen, moeten ze dat ook echt helemaal van scratch af opnieuw ontwerpen. En dat is gewoon heel moeilijk. Je ja, ziet ze, hoe moeilijk dat is. Ze komen Anders. vaak niet veel verder als als inderdaad weer een, 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 een opnieuw een herinterpretatie van het eerste deel. Ik vind dat ik vind dat een beetje zwak. Het is. Het is net alsof je een boek schrijft en dan tien jaar later van, nou oké, okay, dit, dit is dan de versie met een paar dingen die ik dan toch anders heb gedaan. En nu wat meer met woorden uit deze tijd, weet je. Ja. Ik wil, een boek is een boek. Het, het, is een, het, is, het staat voor een tijdperk. Ja. Perfect nou, Dark goed, maar perfect mag perfect weg. Perfect Dark mag weg, hop. Ja. Een, uh, laten we even voor Dead or Alive dan. Um, en dan vind ik het wel belangrijk, gaat dit over Dead or Alive, de vechtgame of de extreme... Volleyball. Niet extreme beach football, volleyball. Nee. Waarom niet extreme beach volleyball? Ja, die gewoon Dead or die shit was echt episch. Nee, ja. laten we dan alles bij elkaar pakken. Ja. De fighting Games en de beach volleyball. Nou, ja, beach volleyball is veel beter. Denk nou, je dat ja, het dat vandaag dat... de dag nog kan? Uh, nee. Doe eventjes de beach volleyball trailer. Ja, dan moeten ze het weer gaan zoeken. Ja, dan gaan ze het toch even zoeken. Oh, dan gaan ze het even oh, zoeken. Live extreme ja. beach volleyball. Ik weet nog dat. Daar heb je die een 11.6 slow... uh, Ja, die ging in slow motion over het scherm en die titel. Ja. Dat was nog een ding, man. Maar. Het is wel de enige fighting franchise die. Nee, Kill Instinct is ook een fighting franchise. Uh, maar ik vind ze niet van een allure. Van de Tekkens en de Street Fighters van deze wereld. Nee? we nou, maar... live. Uh, kijk nou, wat een fantastische. Solid... Kijk nou eens eventjes wat een gameplay concept dit is. Ja. Solid, uh... Oh kijk, het is ja, ook wel nog wel. even geupscaled, worden. de Boobers nog beter in beeld zijn gekomen? Het is niet helemaal. Politiek correct meer vannacht. Nee, dit zou niet meer kunnen. Ah, In Japan wel. In Japan, In Japan ja. 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 Wat is dit? Dus een... Dat is een vuurtje. En... Onschuldige blik. Ja, heel onschuldig. Ik weet, net Weg of dit, ik weet net niet of dit 18 jaar is. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Nee, ik denk het ook niet. Dat kan allemaal. Kijk, vuurwerk. Dat is even maar, geblazen okay, op het strand. Zou jij, bewijs van spreken als je geen Xbox Series X had... morgen een Xbox Series X halen als morgen... <laughs> Dead or alive extreme beach volleyball in de winkel ligt, deel 2. Nee, maar nee. Ik, 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 ik vind, het gewoon, ik vind oh. deze game gewoon zo grappig omdat het, zo, omdat het nu gewoon echt nooit meer gemaakt zou worden. Kijk, dit dan toch eens. Even. Oh, pas, perfecte duik, hè? Ja. 10 à 10. Ja, nee, ja, nee, dit is, dit is wel een mooie tijdsgeest. Waarom ligt ze niet op de kussen? Daar kan ik nou niet tegen. Dat vind ik niet realistisch. Buik slapen, is heel slecht. Ja. Ja. maar ik had toch een beetje dat kussen vast ja nee dat is waar. Zo? ja dat raar. is ook heel raar heel raar kop thee versgezette thee ofzo ja eigenlijk oh, is bloesjes nee. nog niet eens dicht en zegt: weer een oh, kopje thee oh ja. ja en ondertussen <laughs> Het game element was ah uh, ja. Uh, game het was niet was... de beste volleyballgame game die ik ooit gespeeld heb, maar nou, maar het was geen slechte uh, game. Ik, die shit gaat helemaal nergens over. Nee. Het was zo grappig. En die, mini en die minigames ook allemaal in het zwembad en weet ik veel ja. allemaal. Oh god. Maar die Japanners die gingen helemaal bug wild op deze shit. Ja, niet alleen Japanners uh. hoor. Oh, Oké. Okay. Maar ik ja, ik vind, ik vind het toch grappig dat mensen dit gekocht hebben, want het op zich het verkocht nog redelijk goed. Ja, nou het was in een tijd dat het allemaal net dat 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 uh. echt, de, de echte shit net even wat moeilijker ik te oh, bereiken. Oh, pak okay. zat net ja, even. Ja, strakker ja, 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 oh, dus jij misschien wel bij, uh, jonge dame. Wat, uh, <laughs> ja, ligt de homo-erotische tafereel ook nog. Hoppa, kijk, en dan gelijk dat, dat, dat vallen symbool terug. Ja daar gaan we. Oh, oh jee, Sharon ik dacht we gaan Stone een basic beetje Hij Schat je, hoe gaat het met jou? Deze developers die zijn helemaal <laughs> uit hun dak gegaan toen ze dit maakten. Nee, laten we nog een scène doen dat één business outfit ja. heeft zitten bellen. En er zijn er gewoon drie, drie zijn. delen van gemaakt, volgens mij. Ja, hè? zeker. En Dead or Alive heeft een stuk of vijf delen ook. Ja, volgens mij Zes zelf. Oh, ja. Dat is een de zesde Dead or Alive uitgekomen. Maar ik, ik vond het wel de leukste en de makkelijkste game om te spelen voor mij: Dit? De Dead or Alive. Nee, de fighting game. Ah, oh, oké. Okay. Lekker belangrijk. Maar we gaan er toch een doorheen jagen. Ja. Waarom? Want je wil niet meer die titel. Nee, nee, nee. Ja, ja, weet ik moet er kan er niet nooit genoeg krijgen. Ik maar... moet er niet over nadenken wat ze gaan doen in plaats van die titel. Dat is een soort, een soort van politiek correcte, we life extreme volleybal gaan doen. Gooi de Japanners niet voor het blok. Nee, Dan moeten daarom. ze hele nare dingen doen. Uh, ik mis trouwens nog een franchise realisering. Ja? Uitstel era. Daar uh, er waren maar twee delen van trouwens. Hm. Dat je met gekke beestjes in, je, in die tuin moest onderhouden. Hmm? Gekke beestjes je tuin moest onderhouden. Ook oh, hoor. Nee, hoe heet het in jou ook weer? Er zijn twee delen van geweest. Gekke beestjes. In je tuin. Vinja Nina Piñata? FIFA Piñata. FIFA Piñata inderdaad. Ah, ja, die ah, nee, heb ik er buiten gelaten. Ja, je moet keuzes maken. Ja, ja, ik maar had maar... natuurlijk Forza Horizon en Forza Motorsport uh, ook onder één noemer kunnen pakken. Forza. 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 Ja. Uh, voor mijn part mag Forza Horizon weg. En uh, Forza Motorsport wil ik hem wel even laten staan. Want dat vind ik toch. Het is wel de game die ik het meest gespeeld heb op de Xbox. Dus. En ik wil zeker een gaan breken. Maar ik vind het zo'n niche. Het is leuk hoor, het race, dat jullie dat leuk vinden. Fortnite Horizon is meer. Jullie hebben allebei je rijbewijs niet. Dan ga je zitten spelen, een beetje zielig zitten doen? Meer dan 20 miljoen mensen spelen dat. Heb jij je vliegbrevet? Ja. Ja? Nee, ja, heb je niet. Ja. <laughs> maar wel flight simulator is <laughs> het spelen. Ja. Ja, ik heb, sure, ook, ik jonge, heb ook een Tite brevet. En toch speel ik uh, Dead or Life Extreme Volleyball. Mm -hmm, mm -hmm. Nee, maar um, nee, ik, ik ben het met Kate eens. Maar het, het, het wordt onderhandelen. Ik bedoel, Boris die wil bepaalde dingen. En wij willen bepaalde dingen. Moet het er ergens uitkomen? Zo is State of de Kate nog even weg doen. Uh, ja, je mag ook weg. Ja. En Age of Empires mag ook weg. Doen. Nee. Uh, ook okay, PC. PC, ja, PC ja? oké. Okay, ja, okay. Dat werkt op de Xbox totaal niet. Kijk, nu gaan ze zetten er wel tempo in. Uh, Age of Empires. Um, nou, ook weg. is natuurlijk... Uh, Hadden we Flight Simulator uh, niet ook weggedaan? Ja, <laughs> ja, ja, het maar, is, maar, het is wel, meer PC. Ja? Okay. Hetzelfde geldt voor Minecraft. Het Minecraft wel... is eigenlijk meer PC. Want je ziet al die kids allemaal op hun nee, PC. -tje. Nee, sorry, Minecraft niet. Minecraft is echt totaal anders. Minecraft wordt inderdaad veel gespeeld op het PC, maar ook op de consoles. Ja, maar het is toch meer Nee, dat nee, nee, pc. Nee, game, nee dat zeg wel. je alleen maar omdat jij uh, 60. Iedereen dus heeft een low-end pc nee. thuis en iedereen speelt dan Minecraft. Nee, op. iedereen speelt ook Minecraft op de Xbox en op de Switch en op, de, op alles. Dat Minecraft woord, is, is groter dan ooit. Uh, maar Zerker, maar nog, Minecraft heeft juist die aanpassing gedaan dat die op console goed te spelen is. En dat is maar wil je er een opvolger van? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, zei, je maar later. Op, 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 aan, of die ex, expansion komt eraan. Yeah. Ja, maar dat zijn dat Het zijn expansions. En het is een ding. En het is ook goed, want het concept van Minecraft is heel goed. Maar ik ben toch benieuwd of ze dat naar een hoger niveau gaan trillen gaan trillen en tillen. Ja. Maar, de, maar Minecraft is, denk ik, van alles wat je hier ziet, de grootste franchise. Dat kun je niet zomaar weg. Ja, is het de meest Xboxy franchise. Ja, inmiddels wel, want ze inmiddels... hebben het gekocht. Dus ja. Ik denk qua inkomsten dat dit nee, wel hun. Het, het gaat niet om inkomsten. Nee, het gaat om een totaalplaatje. Maar wat gaat je? het dan om? Het gaat om de skatefactor. Wat en draagt Kom dan nou niet weer met die oude meuk van je. Maar, nee, maar jij wil alleen maar racing games? Omdat je, uh... Nee, wat draagt het meest de, 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 de brand Xbox uit? Wat, wat dondert het? Gears of War, en Halo en die mogen allebei weg van mij. Microsoft nee, is een game die daadwerkelijk gespeeld wordt door mensen. En zeker in Europa, Halo en Gears of War weg. Pscht, hop, nee, zet hem aan Doe maar eerst maar even voor Microsoft Flight Simulator. We moeten even een beetje onderhandelen hoor. Maar ik vind Flight Simulator wel, namelijk. Het is PC, man. wel origineel. We hebben het al ge gehad, dat is niet per se Xbox. Dit is PC, Xbox. Het is Game Pass. Het is Microsoft. Ja, ja. Het is niet per En ik bedoel, dan kun je een boel zeggen van Microsoft Flight Simulator. Maar je hebt hier wat 1, 2, 3, 4 race games op. En hoeveel Flight Simulator games? Eentje. Maar als, als maar de Game Pass er niet nee. was geweest, dan was Halo de grootste franchise geweest. Punt. Halo staat voor het oude Xbox. Het heeft Xbox op de kaart gezet. Het nieuwe maar Xbox ouwe, het, is, is weer uh, meer Minecraft, is meer Game Pass, is meer Flight Simulator, is meer ook Forza Motorsport waar bijna of Horizon, waarbij 20 miljoen mensen dat spelen. Het is een hele nieuwe generatie. Ik bedoel, Gears of War loopt daarbij achter. Ik, ik, ik hoef niet een nieuw deel van die franchise. Gears of War krijgt een nieuw deel. Ja, maar ik, het is steeds hetzelfde. Ik, ja, het, ik zie daar ik geen heb vernieuwing uitgekeken. mee. Het ik is... Heb de, wat is Gears of War 5 of zo, de laatste Even gespeeld, ik had zoiets van: nou, Ik heb dit al nu drie delen eerder gedaan. Die was oké, okay, was oké. Okay. Ja, maar dat precies. Dat het is oké, okay, maar whatever. dan heb ik liever een nieuwe Fable. Daar heb ik al. Dan ben ik benieuwd naar van: Oké, okay, breng dit nu maar eens naar de nieuwe generatie. Maar, maar is dat dan uh, waar, waar we het aan, aan aan welke mat laten we het leggen? Waar willen we nog een nieuw deel van zien? En dat is dus ja, totaal: de game? Maar, nee. leg, ja. leg het neer waar jij het wil. Het is een onderhandeling tussen elkaar. Iedereen heeft weer andere opvattingen. Nou laten we heel weg doen dan. Nee, dan doe ik Gears of War weg. Nou, Gears of War mag ook weg. Ah, nee, nee Halo nog even niet weg. Dus dus, we maar weg. Gears of War mag weg. Hier. En doe dan ook maar. Zeg je een keer Xbox, dan zeg, je Gears, zeg, je Xbox dan zeg je Halo. Project Gotham mag ook weg. Ja. Maar dan wil ik Forza wel behouden. Fotza motorsport moet behouden worden. Nee hoor. Ja. Jawel, nee, het was nee, past, ja. present en, uh, past, present en past, present en future. Hoeveel delen zijn er nou van motorsport uitstroom? Een stuk of acht. Dat ja, of 8. Nou, ik, ja. ik bedoel, jij wil per se een negen hebben. Ja, nee man, ja. we de ja. willen een we we nieuwe Dead Rising, willen een nieuwe Minecraft en misschien, nou, ja, goed. een nieuwe Forza bij een nieuwe Xbox hoort een nieuwe Forza... en elke keer weten ze de lat weer hoger te leggen. Daar zit nog steeds rek in in Forza motorsport. Nee man, wat voor ja, rek zit daar nou in? Zeg, maar maar nu, ik, nu, nu spiegelen de remschijven, man. Hoeveel rek wil je nog hebben? Een nieuwe Dead Rising ik ook niet op de warmen. Nee, tegenwoordig zoveel uit. zombie games. Jawel man. Met nee, jawel. nee, nee nee nee. Er zijn er nee. maar niet zoveel zombie ja, games. Ja, daar sta daar je sta nu alleen Dead in. Death Rising doordrukken en voor uh, wegstrepen. Nou, ja, hij, hij mag hem hebben, maar dan mogen wij er twee invullen nog. Het is nu een onderhandelingsspel. Als jij zegt Dead Rising wil erin, wij zijn met twee, we willen het niet, dan moet je met wat komen. Het is politiek. Okay, politiek. Oké, okay, dan mag Fortsa weg. Nee, dat nee gaat zo werkt het niet. Gebeuren. Gebeuren. Dat gaat gewoon niet. Zo werkt het niet. Dit heet doen? democratie. Dat is voor democratie. jou een moeilijk gegeven, dat weet ik. Democratie, ja, 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 democratie ja, zijn. Jij ja, ja, bent een schaap en twee wolven ja, wat er op je bent dan libertariër libertariër. Ja. Ik, ik bepaal wat het, wat het, nee, hoe ja, het gaat zijn voor mezelf, dat weet ik. Maar de bedoeling is dat we dit met z'n drieën doen. Nee, we doen het ik voor weet elkaar. hoe jouw lijst eruit ziet. Dat jullie je nou laten vol spuiten. Zeker weten. Omdat je het voor elkaar doet. Maar ik ben wel met z'n tweeën. Zoals de meeste mensen zich laten vol spuiten. Ja, jij bent met z'n tweeën. Hij zijn met z'n tweeën, zeg. Ja, dat bedoel ik, jullie zijn met z'n tweeën. Dus is er geen sprake van democratie. Dus is er sprake van democratie. Democratie is gewoon meeste stemmen tellen. Nee, gebaseerd op een deugdelijke nee. grondwet. En dat is de dat mijn mening niet niet wordt gedaan in dit item. Nee, dat, dan begrijp je niet wat democratie is. <laughs> De democratie ik denk is dat niet, jij niet begrijpt. Nee, de democratie, democratie is. is niet zo van, van als twee mensen voor iets stemmen, dan, maar dan gaat het niet door. Want, democratie want ik, is de terreur van de meerderheid. En je ziet het hier live in actie. Ja, nu dat nu maakt zie niet uit. hier aan tafel. Jij gelooft er niet in, ik wel. Ik geloof er niet in. Het is de treur van de meerderheid. Gaan we er ooit uitkomen als, als, als iedereen zijn eigen ding mag invullen? Ja. Nee, want dan wordt het jouw lijstje. Ik ben het niet eens met jouw lijstje. Maar waarom, ben je maar waarom, je... waarom ben, mag jij wel jouw lijstje doordrukken en ik niet? Maar staan vooruit. Ik, voor ik raad ben niet op inhoud gedachte. aan het voeren. Nee, nee, nee. nee en jij nee, gaat er een nee, soort nee, nee, nee. van democratie-crash van maken. Je doet geen maken. Die keizer en ik vinden dit, dat is de meerderheid. Dus jouw nee, game is. Ik, ik heb toch wel een andere mening dan jij? Ja. ja. Hij ook. Het op niks verder. Op lucht. Nee, op nee, op, op gepakken lucht. Op wat ik zie daar. Uh, met, met wat zie je kan ik een, en, een, Wat ik ervaren een, heb. Een zinvolle uh, Oké, okay, maar mag Fable weg nu dan? Uh, nou, dat weet ik niet. Want Fable is wel een titel waar heel veel mensen winnen uit. Hoe Komen jullie eens met wat? Nee, maar... Ik, nou ik nou ben dit item aan het dragen en jullie komen, komen alleen, alleen met maar met Ja, maar heel veel mensen willen dat. Nee, maar dat is toch waar het net om ging? Halo moet weg. Nee. Daarom moest Gears weg, omdat mensen daar toch niet echt meer op zitten te wachten. Nee, ik denk dat Halo weg kan. Maar dan moet Fable blijven staan en okay, moet laatste, blijven laatste, staan we zijn nu in en dan, kom, en dan we zijn kan nu... boors kan gooien aan de We, zijn, we zijn nu in een fase gekomen waar het uh, PlayStation uit wil ook gaan en ja? het werkt als volgt: één iemand stemt iets weg. Ja? Je mag iets wegstemmen of je mag iets erbij stemmen. En zo komen we uiteindelijk tot de laatste lijst. Okay. Nou, laten we eerst die flight simuleren, nou eens even met een rood streep doorkruisen. Die had ook al lang weg mogen zijn. Ja, Oké, oké, daar ben ik nu aan de beurt. Uh, dit, dit was sowieso al een, ja. een, een Dus moment. We we dus jij stemt iedereen, kan u. niet stemmen, maar ja? je mag ook iets terugstemmen. Dus ik okay. zou nu bijvoorbeeld okay. Flight Simulator terug kunnen stemmen, maar dat doe ik niet. Ik stem helemaal weg. Oké, okay. helemaal weg. Ja, dan is jij aan de beurt. Pijnlijk dan stem dit. ik uh, uh, de, uh, hoe weet het nou? alles waar. Uh, Otoki, maar daar staat dus iets met dead erin. Die, die stem dead ik weg. Red Rising. Ja, die stem ik weg. En wat komt daarvoor terug? Of mag dat nu? Nee nee, 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 nee. Je stemt gewoon weg totdat dat okay. nou, voor mij mag het zo okay. blijven staan. Skates aan de beurt. Nee, want we... Skates aan de beurt. Hebben we er drie nu? Skates aan de beurt. Uh... Nee, er moet er één overblijven. Oh nee, pick three toch? Nee, bij de Places hebben we eentje overgehouden. Oh, dan moeten er drie overblijven. Ja, dat pick mogen three. Mag er drie overblijven. Dan, ja, dan komt je uit. Maar nee, want ik ben nog aan de beurt. Ik ga namelijk Dead Rising Nee, je, 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 hebt stemmen. Net, uh, je hebt net al iets weggestemd. Je hebt heel weggestemd. Nu gestemd. maak je weer nieuwe regels. Maar luister, Fable, ah, Forza en Minecraft. Wat is dat voor een rare lijst? Ik vind dat eigenlijk wel een. Hier kan ik mee leven. Hier kan ik mee leven. Maar liever zie ik Halo in plaats van Fable. Liever zie ik Dead Rising in plaats van. Fable. Ach, dus ik op... je mag kiezen of je. gesproken. Oké, okay, dan je mag kiezen of je doet Halo terug of je doet Fable weg. Eén van de twee. Ja, dat zeg ik. Of Halo terug of ja, Halo terug en Fable weg. Oké. Okay, maar... nou... Nee, 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 maar nee je mag die Fable. twee dingen doen. Je mag één ding doen. Halo Infinite was uiteindelijk uh, oké, okay. want het was niet wat, uh, wat de Halo-fan... Uh, Met Halo is het klaar. Au. Nee, is klaar. Het is over en uit. Het is echt gelopen. Ik vind, ik vind er, er komt ook weer een beta ja, aan uh, maar deze week. Uh, heel veel fans zijn er klaar mee. Ja, ik ook. Mm. Nou ja... Dit, dit geeft nog genoeg ruimte voor discussie, ook in de comments. Dat weet ik 100% zeker. Ja, maar dat mag mensen Heel dan veel uh, X-bots op hun teentjes getrapt zijn. Ja, maar dat waren ze bij PlayStation ook. Dat is het leuke ervan. Ja, maar hier kan ik dan op zich. Ey, oké. Okay. Je geeft mijn leven. Nou ja, Minecraft boeit me echt totaal niet. Ik snap, voor mij hoeft hij er niet in. Maar als jullie vinden dat, nee, ja, ja, dan, nee, dan ben ik bereid die concessie te doen. Maar voor mij hoeft hij er absoluut niet in. En Minecraft doe... draagt voor mij niet uit uh, xbox, uh, de xbox feel uit die een hele over. Gears Weet je waarom, Omdat je dochter nog te jong is. En ze gaat dit op een dag terugkijken en dan zeg je, wat zei jij over Minecraft, papa? Ja, dat kan. Wat zei jij? <laughs> maar ik heb liever dat ze zegt, hey wat is dat met het gelul van die collega's van jou over Gears of War, man? Nee, 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 dat gaat ze nooit. Zeker niet. ding doet nou nee, niet ik zeg met jouw game per se, doet zing, omdat ze omdat Minecraft niet goed genoeg loopt, en dan zeg je gewoon van uh, tot je 18 bent, hou je grote mond tegen papa, en daarna dan moet je lekker, mag je lekker Minecraft spelen. Kijk, Minecraft en Forza, ik kan ermee leven, na, na ja. de 18e Minecraft. nee nou, ik denk dat zal eerder aan de Minecraft ja, maar, dan wel? tot die tijd, je ja, geen grote Mi mond hebben Minecraft je is echt vanaf uh, 6, 7, ja, is nee, dat, dat weet wel. ik ook ik hebben, vind, we, hebben we hier iets uh, tegen ja, te ik, brengen nog? Ik, nou, ik, ik ben oké. Okay, maar ik weet dat Boris zit nu die wil iets terug in krijgen. Maar nou, dan, ik, ja. had, ik had twee dingen. Ik had Dead or Alive of Minecraft. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik Minecraft een veel sterker vind. Dead Rising, vind. neem ik aan. Dat je uh, sorry, uh, ja. Dead Rising inderdaad. Dead Rising en Minecraft. Ik vind Minecraft veel sterker dan Dead Rising. Die twee kunnen eigenlijk niet in elkaar... Uh, hoe noem je dat? Schaduwstap. Ja. Ik bedoel, Dead Rising is gewoon veel kleiner. Het is wel tof. Maar Fable goed. vind ik nog wel een beetje iffy, hoor. Want die, uh... Maar ik heb wel zin in een nieuwe Fable. Ja, maar play, hoe heet die Playground, die uh, Forza Horizon mm -hmm. heeft gemaakt, die zit er nu op Fable, hè? Je moet, je moet er nog maar zien hoe dat uit, uh, uit gaat pakken. Ja, dat zou... hm. Maar goed, maar dat, we, hebben, we weten niet hoe het is. Misschien is het goed, misschien is het slecht. Maar ik heb wel zin in een nieuwe Fable. Meer dan in een nieuwe Dead or Alive of Project Gotham of Gears of War ja, ja. of Halo of Killer ja, Instinct. Maar, maar weet je wat dit ook zegt? En dat, toen ik dit zat te maken, dacht ik eigenlijk ook van... Xbox heeft een aantal oude goede franchises, maar als je kijkt naar nu, al die oude goede franchises zijn ook wel een beetje klaar. Van waar zijn die nieuwe dingen... Nou, dit zijn ze van fucking... Ja, die zijn uh, ja, er nee, 500 nieuwe nee, studio's gekocht. Uh, daar moet je van komen. de Elder Scrolls? Die staat er ook niet in. Nee, nee, nee. nee maar, maar dat is het. Er is een hele nieuwe... Maar die wilde ik er nog niet inzetten, omdat je dan... Ja, weet je, dat is allemaal net. Uh, ja, maar dan, dan was dit item was, was twee dagen door, exact. als je dat erin had gezet. Dus nu heb je gewoon heel veel games waarvan je weet van... Oké, okay, fuck het weg ermee. Dit is eigenlijk... Wat je hier ziet is het oude Xbox. Ja. ja. En dat Minus uh, Minecraft. Ja, Minecraft is inderdaad, nou ja, goed inderdaad. En daarom, ik kan wel leven met deze lijst, want ik wil van al deze drie games, Forza, Fable en Minecraft, ga ik, ben ik psyched voor het nieuws. Minecraft, gaat niet zomaar een nieuwe Minecraft komen, dat gaan we geleidelijk op, updaten, maar Minecraft is zo actueel op dit ogenblik, en ik vind het ook, wat ik knap vind, Minecraft is nu wel 12, 13, 14 jaar oud, zoiets, en ik bedoel, het is nog steeds dominant. Waarbij je al die oude franchises, zoals World of Warcraft en weet ik wat, dat is allemaal, allemaal down the drain gegaan. Het ja. is allemaal een soort van klaar, vergeten, voorbij. Minecraft nog niet, dat staat echt vier bovenaan. En dat, uh, dat vind ik knap. En dat, um, daarom ben ik ook suikt voor wat ze gaan doen. Ja. Nee. Misschien moet, deze, moet dit de lijst zijn dan. Dit zou de, de lijst kunnen zijn. En maar. dan hebben jullie allemaal pijn geleden. En ik ook, want ik heb uh, de, uh, Dead Rising niet... Uh, niet, niet daar zie ik pijn de eerlijk delen. gedragen. Ja. Zoals ja. het hoort. En dan Minecraft op één. Wat ja, prima. prima. En Forza op twee. Minecraft op, op één? Ja. Ja, man. Luister nou, je dochter gaat dit zien dit item. Wat boeit me nou wat mijn dochter ervan vindt? Het gaat erom wat ik ervan vind. Moeten ze daar jonge, op school? Jonge, ja, jonge. papa vond Minecraft gewoon een kut game. Ja, dat klopt ja. ja. <laughs> dat kan niet. Het is een ontzettende zaad <laughs> ja. game. Ik ga haar ook niet opslalen met die blokkerige Wat uh, ja. Meteen Kearsbar. Oh. Oké. Ja. Spelen, joh. Goed, wat een uh, De lijst van de Xbox. Nou, je kunt weer helemaal losgaan in de comments, zoals je dat de vorige keer ook deed. Uh, dat was hartstikke grappig. Uh, binnenkort de Nintendo lijst.